keer in mijn leven. Drie keer. Eén keer toen ik 11 was. Dat was een verbijsterende ervaring. Dat was afschuwelijk. Ik was verliefd op een meisje wat zo'n absolute snoerie was. Volgens mij zijn jullie verliefd. Ja. Heel erg of een beetje? Heel heftig. Mogen we even aanschuiven? Ja, graag. Zo, seit einem Monat ist sie da. Fleisch und Blut. Gewoon helemaal zo dat je die bed kan pakken. Vorher war es ein Gefühl, eine Idee, eine Ahnung. Wat bedoel je? Wie meinst du? Ja, ich weiß, dass sie kommen wird. Ich habe gewusst, dass sie kommen wird, aber ich wusste nicht wann. Es hat halt ein paar Jahre gedauert. Maar dat was een gevoel van binnen? Ja. Dat is ook bijzonder. Maar je kende haar niet? Nein. Alleen je een gedachte? Ik kende ze niet, ik wusste niet wie ze aussieht, ik wusste niet wie ze heißt, ik wusste nur, sie wird kommen. Maar was je alleen? Ja. Dus je was vrij in je hoofd? Ja. Vor 8 Jahren ist meine Frau mit den Kindern weg und ich bin geschieden. Mhm. Und das war natürlich ziemlich heftig. Ja. Das war ziemlich schrecklich. Dus je was alleen? Ich war allein, ja. Maar ook echt alleen? Ja, ganz allein. 2 Jahre völlig allein. Ook helemaal geen... Nichts, niemand. Niemand? Ich hab nur gesoffen. Das war's. Nach der ganzen Scheiße auf Deutsch gesagt, die ich hinter mir hatte, sollte es eine Königin sein. Minder niet? Nee, sollte mich erlösen. Sollte was Wunderschönes sein, sollte eine Seele haben, sollte schön aussehen, sollte lieb sein, sollte kindlich sein, sollte spirituell sein, sollte eine Königin sein. Sollte jemand sein, vor der ich mich auf die Knie werfen kann. Sie sollte von Gott geschickt sein, meine Königin halt. So sollte das sein, ja. Ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe sie einen Tag gekannt und ich fand sie ganz toll und war mir absolut sicher, das ist lebenslänglich, wenn es geht. Bitte, lieber Gott. Oh, das ist für altijd? Ja. Oh. Ich denke ja. Okay. In meinem Alter ist das auch nicht mehr so lang. Wie alt ben je dan? Oh, ich bin sehr alt. Oh, heel oud. 4000 Jahre, schätze ich mal. Ich habe sie gefragt, nach einem Tag, ja, hat sie mir Häuser gezeigt in der Normandie. Und da habe ich ihr gesagt, ich suche eigentlich kein Haus. Und als sie mich gefragt, was suchst du denn? Und dann habe ich angehalten und habe die Sonnenbrille aufgesetzt und habe gesagt, ich wusste nicht, was ich sagen soll, und habe gesagt, ich sage jetzt mal was ganz Komisches, willst du mich heiraten? Gewoon meteen? Ja. En hij ging echt op zijn knieën voor. Ik heb mich op de knieën geworfen en heb ze gevraagd of ze mich heiraten wil. Ik ben aus dem Porsche ausgestiegen. Ik heb voor ihr knieën gezegd, sag mal, willst du mich heiraten? En je kent elkaar helemaal niet. Ja, één dag. Dat is toch egal. Ja, maar één dag, dat is dus niks. Ja, één dag, 10 jaren. Het gibt so in der Welt nicht nochmal. Ik kan me bij jou iets voorstellen dat er nog wel meerdere mannen zo nu en dan om je heen lopen. Ja, maar die gaan echt niet... Op zelf een knieën, de vraag mij tot huwelijk. Ja, maar, nee, maar ik voelde gewoon, hij meent het. Het is gewoon, het komt direct uit zijn hart en hij meent het. Dat is het gewoon. Ja, maar goed, je kent hem ook niet. Nee, ik ken hem niet. Heb je ja gezegd? Ja, dat heb ik. Ze had ja begrepen wie ik het gemeend heb. Ja. Ze moest mij ja gar niet heiraten. Ik meine nur, ze is het ja. Ik neem dat aan. Dus ja of nee was niet belangrijk meer. Ik neem dat einfach aan. Ik heb ze niet geküsst. Ik weet niet wie ze küsst. Ik heb geen Sex met haar gehad. Ik weet niet of ze goed in bed is. Ik wist überhaupt gar niets. Dat was mir aber auch ganz egal. Dat würde schon irgendwie goed gehen. We hadden gewoon niks met elkaar. Ik bedoel, we zijn gewoon één dag. Heb ik hem gewoon de omgeving laten zien. Dat was het. Als ik gelacht. Nee, ik bedoel, het was zo oprecht. Het kwam zo recht uit zijn ziel. Das ist Hingabe, das ist Erfüllung, das kommt von oben, das ist ein Geschenk. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht, ich habe keine Anzeige aufgegeben, ich habe sie nicht gesucht. Die kam irgendwie. Kann iedereen das overkomen? Hilf mir mal. Ob das jedem passieren kann? Ich glaube, nein. Nee? Nein. Das ist mal für einen Enkeling. Das ist was Spezielles. Ich glaube, man muss erstmal ziemlich auf der Schnauze gelegen haben. Das glaube ich. Ja.
unglücklich gewesen sein. Ja. Dann muss man. Dieb. Und da muss man ziemlich, muss man alles verloren haben. Das muss weg sein. Und dann wäre langsam. Umhoben. Und dann ist man frei, wenn man fast nichts mehr hat. Feels like home. Feels like home. Das war das Gefühl. Ja. Es ist einfach da. Es ist zu Ende. Die Suche ist zu Ende. Gib Aru. Dus het is tot de dood klaar. Ja. Kom zu mir in der Nacht. Wir schlafen eng verschlungen. Müde bin ich sehr, vom Wachen einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als noch mein Traum mit sich und mir gerungen. Es öffnen Blumen sich vor allen Quellen und färben sich mit deiner Augen Immortellen. Komm zu mir in der Nacht auf 7 Sternenschuhen und Liebe eingehüllt spät in mein Zelt. Es steigen Monde aus verstaubten Himmelsthronen. Wir wollen wie 2 seltene Tiere Liebesruhen im hohen Rohre hinter dieser Welt. Das ist das Schönste, was es gibt. Und damit habe ich sie irgendwie rumgekriegt. Als ze hier uitkomen, dan ben ik eerder de pineut, denk ik. Want hier heb je er ook nog allemaal van die dingen. Ja. Knip, zegt hij dan. Dat is wel ware liefde, dit, hè? Dit is geen liefde, dit is geen laatste. Maar ja, wat moet ik dan doen? Niks. Is er ongedierte? Dat God zegt, nou, het is ongedierte, maak het maar af. Of zegt God, hè, waarom doe je dat nou? Breng ze nou 1 voor 1 naar buiten. Ja, dan heb ik dagwerk. De liefde. Voor een oude man denk je er niet zo over na eigenlijk. Haha. Ik meen het. Nee, ik heb wel liefde nodig. Maar het speelt niet meer zo'n rol in mijn leven als toen ik 25 was. En ik heb ook niet meer de capaciteit om dat waar te maken wat een vrouw van je verwacht. Je kan ook niet leven zonder liefde, daarom zijn mevrouw en ik wel de beste maatjes en de allerbeste gabbers. Maar het ging niet meer samen gewoon. Maar kijk, Rijk zei altijd, kijk, maar dat was een beetje zijn opvoeding. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. We kennen elkaar ongeveer 28 jaar. En ja. Dat is een leven, hè? Ja, maar er kwam een sleur. En wat is dat dan? Een sleur is als je denkt, er woont in dit huis is er geen liefde. We zijn niet meer verliefd. Het is opgehouden. Dus ze is alleen maar bij me om me te helpen en me te steunen. En dat kon ik niet. Dat heb ik gezegd tegen haar. Dat moest ik tegen haar zeggen, hoe erg ze het ook vond. Dus ze zei, nou, dan gaan we wel apart wonen. Ik woon leuk hier. En zij woont 5 minuten hier vandaan. Ze zegt, ik blijf bij je in de buurt. Ik wil je toch beschermen en kafferen. Ik word oud en af en toe kan ik moeilijk uit de voeten komen, omdat ik 77 ben. Maar ik kan gelukkig nog werken en mijn gedachten zijn goed. Ja. Als je zegt, ja, liefde, ja, dat verliefd zijn op elkaar, dat hoort eigenlijk ook bij een huwelijk. Maar in bijna alle huwelijken wordt het houden van elkaar. En dat was voor mij niet genoeg en voor haar eigenlijk ook niet. Dus op een dag in Afrika kreeg ik een band van mijn zuster toegestuurd. En ik lachte daar zelden. En mijn vrouw hoorde mij zo vreselijk lachen. Onbedaarlijk. Ze zegt, zo heb ik je in 3 jaar niet horen lachen. Ik kwam de kamer, ik zeg, ja, ik ben werkelijk kapot gegaan bijna in die kamer van het lachen. Rijk gooit een gouden kalf uit een taxi. Oh, yes. Dat is natuurlijk in elkaar gezet. Ja. Maar ik zeg, dat was zo leuk. Dat zijn dingen die ik hier nooit meemaak. En ik moet je iets zeggen. Ze zegt, nee.
Zeg het maar niet. Ik weet het. Je gaat weg. Ja, zei ik. Toen hebben we die stap genomen. Maar waarom wil je alleen blijven? Omdat ik niet kan wonen met iemand. Ze had haar liefde. Je begrijpt het anders. Ze houdt van me. Maar dan moest wel, ze houdt nog van me. Ze kust me. En ze is heel lief voor me. Ja. Weet je wel. Maar er is geen hartstocht meer of iets. Het is passief. Het is weggeëpt. Zonder vijandigheid. We zijn de beste kameraden gebleven. Begrijp je? Er is niets gemeens aan. Tussen ons twee niets. Nou wil ik niet de ene houdt net zoveel van de ander als ik van haar. Maar waarom kan je dan niet bij elkaar blijven? Ja, ik wil niet zeggen dat je oud bent, maar je bent wel 77. Ja, maar ik wil toch iets anders er nog bij, wat er niet meer was, waarvan ik, ja... Toen je er net binnenkwam, stonk het hier van de mieren, weet je nog? Ja. Je kwam binnen en wel honderden mieren. En ik weet niet hoe ze binnenkwamen. Dus dat iets wat je niet merkt. En dit moet je dan verwijderen, dat, of je moet daarin blijven leven. Maar je kunt liever niet met een bende en narigheid blijven leven, begrijp je? Je moet ze verwijderen. Zo heb ik mezelf verwijderd, omdat ik een lastpak was. Ik was werkelijk een ontzettende, vervelende oude lul aan het worden. Ja. Dus als zij ze, we zitten te eten, ze zei... Kraai, waarom doe je dat keukenkastje nou niet dicht? Dan zeg ik, heb er helemaal niet aan gedaan. Zegt ze, maar je laat het altijd openstaan. Een kastdeur blijft open bij je staan. Sokken gooi je op de grond, je gooit ze op een stoel, je gooit ze op de grond. Waarom? Ja, zeg ik, wat heb ik nou met sokken te maken? Ja. Met een jasje wat op de grond ligt en zo. Ik ben nou eenmaal een beetje onverschillig. Ik zou dat kastje dicht gedaan hebben als ik het open doe, zei ze dan. Ik zeg, nou. En zulke soort dingen slopen erin. En dan bleef het 5 minuten stil. En dan zei ze, maar ik wil zo graag weten waarom je dat kastje open laat staan. Ik zeg, omdat ik niet denk aan dat kastje. Dat denk ik niet aan. En zo ging dat dan, begrijp je? En op een gegeven moment dacht ik, het komt niet door mij, het komt niet door haar. Het komt door, omdat we elkaar zo gewend zijn, zo op elkaar gaan letten, dat we wel van elkaar houden. Maar dat we dit soort dingen niet aan kunnen met z'n tweeën. Kijk, dat heb ik allemaal om me heen. Daar heeft de zaak voor gezorgd, gewoon. Ik heb een geweldige zaak waar ik voor werk. En ja... Dan moet je toch gelukkig zijn. Maar dan liever... Ik heb een prachtige keuken, ik heb een prachtige badkamer, ik heb een heerlijke slaapkamer, ik heb een werkkamer met computer, met alles wat ik wil. Maar zo is het goed dus. En zo is het goed. Zij op afstand? Ja, niet... Nee, dat klinkt weer zo gevaarlijk. Blijf op afstand. Zo is het niet. Het was... Mag ik dan wel bij je in de buurt wonen? Mm-hmm. Natuurlijk, schat. Ik zou niet willen dat je ver weg was. Ja. Dat is het. Dat is beter dan... Hou afstand. Nee, dat is niet goed. En er hoeft geen ander bij? Nooit. Nooit. Nee, 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 nee. Geen sprake van. Nee, nee. Al staat morgen, weet ik veel. Noem maar wat. Niet? Nee, nee, nee. Geen sprake van. En waarom niet? Waarom? Ik heb genoeg aan iemand die heel goed van me houdt. En op mijn leeftijd zoek je geen liefde meer. Geen ander gedoe. Nee. Ja, misschien is het heel dom van me, maar... Trouwens, ik zou het ook niet meer kunnen, denk ik, op mijn leeftijd. Ik heb nooit de laatste jaren absoluut niet een poging gewaagd. Maar, ja, het is nou helemaal zo. Kijk, het is een taboe. Al de oude mannen van mijn leeftijd die ik spreek, zeg... Ja, ik kan er moeilijk over praten, maar... 2-3 keer per dag, hè. Ja, vergeet het. Gelul. Heb je huwelijk goed volbracht? Ja. Ik heb het goed gedaan en ik heb haar alles gegeven wat ze kon. Maar ik heb haar ook alle ellende gegeven, hoor, de eerste jaren. En nog. Maar het is zo. En we houden heel veel van elkaar. Dus er hoeft niemand ongerust over te zijn. When I say love, I mean love. I mean the ability to allow someone to do whatever they want to do. That is love. Hmm. And you feel happy now? Happy? I don't know what happiness is.
No? No. Why not? It's just an illusion. Illusion? Yeah, it's like... You feel love, so it's not an illusion. Yeah, but love is... Love has nothing to do with this thing called happiness. Love is the enjoyment of life. It's the ability to enjoy life no matter what it has to offer. It has nothing to do with happiness. Happiness is some kind of illusion that people create in order to fulfill their little fantasies. Yeah? Mm. What is happy? What is happy? Feel good. Smile. Is that happy? Even yes. If you are sad, you still... You can feel sad, what they call sad, and you can still smile. You can still be full of love. It has nothing to do with that being happy. Happy is an illusionary state that we create for ourselves, you know? So that we can put the blame on somebody else when it's not right. Yeah, that's true. Okay? Yeah. All right. Okay. So, I don't live there. But are you in love now? I'm in love 24/7. Ik had het really. 365, every precious, every breath I take is love, innit? No mas. Ja, we ontdekten eigenlijk elkaar. ik was toen zelfs in een relatie met een jongen, al 5 jaar. Ik woonde samen. En ik ging een keer alleen uit. En dat was in Luna, dat is een hele grote soort discotheek waar 5000 mensen in kunnen. En ik was daar aan het dansen. En ik dans vaak met mijn ogen dicht. Ik was toen ook met mijn ogen dicht aan het dansen. En ik voelde opeens iemand zo om me heen bewegen. En ik had echt zoiets van, wow, is dit hem? Is dit hem? Dat was een heel rare gedachte, maar is dit hem, dacht ik. En ik doe mijn ogen open en hij staat dus opeens hier zo voor me. Iets van 4 meter bij me vandaan. En ik was helemaal overdonderd van, jeetje, wat is dit? Wat is dit voor iemand? Hij 2 meter lang, weet je wel, lang blond haar, helemaal in paars gekleed, zo'n hoge tovenaarshoed op. Dus ik zat echt van, wow, wat is dit? En toen liep hij gewoon weer weg. En ik dacht, oké, het zal wel. En later op de avond komen we... Niet gesproken? Nee, niks gezegd. Alleen maar alle twee zo van, wow, ik zag hem ook zo kijken met grote ogen van, wat is dit, weet je? Dus nou, alle twee weer aan elkaar. Later op de avond kom ik hem weer tegen. Maar niet uit je gedachten? Nee. Het was echt zo heftig dat je moet even bijkomen, zeg maar. Van, jeetje, wat is hier gebeurd? Wat is dit? Wat is dit? Weet je? Ja, we waren ook een beetje bang voor elkaar. Ja, ik vond hem zo heftig, en hij mij ook, dat je toch niet meteen daarin durft te duiken, zeg maar. Dat je een beetje wil kijken van, wie ben je nou eigenlijk? En... Het was gewoon echt te veel. Ja, het was echt te veel. Ja. Hij was te overweldigend voor mij. Zijn uitstraling, zijn, ja, weet je. En ja, als mens loop je toch met bepaalde angsten nog. En als je iemand tegenkomt die jou echte liefde geeft, echt waarachtige liefde, dan ben je echt zo van, wow, wat gebeurt mij nu? Weet je, dat je echt een beetje, even dimmen, even een stapje terug, even, weet je. Als je daar helemaal instort, denk ik dat je, ja. Letterlijk verzuipt. Ja, dat denk ik echt, ja. Ik moest ook echt bij hem in huis wonen. Echt letterlijk 24 uur per dag bij hem zijn om te zien wie hij was, zeg maar. Ik was echt zo... Ik heb het ook nog nooit eerder meegemaakt. Normaal, weet je, ben ik heel stoer en ik vind jou leuk om, weet je, ga met mij mee. Ik bepaal het. Ja, en met hem was het echt van, jeetje, wat is dit? Weet je, echt helemaal een beetje bang. Maar hij ook, hij was ook heel bang voor mij, hè. Het was 2 kanten op. Want hij zei, maar past het woordje bang er wel bij? Ja. Ja? Ja. Ja, dat is echt wel het juiste. Ik was best wel bang voor hem. En later heb ik ontdekt dat ik niet bang was voor hem, maar bang voor mijn eigen gevoel. Bang voor de heftigheid van het gevoel, zeg maar. Hoe lang zijn jullie samen geweest? 2 jaar. 2 jaar? Ja. We zijn ook getrouwd. Dus, terwijl hij al ziek was. Hij heeft kanker gekregen toen hij 24 was. En hij had natuurlijk al gevraagd, daarvoor al, om te trouwen. Maar als je jong bent, weet je, dan later en weet je.
Maar toen hij dus ziek werd, hadden we zoiets van, ja, nu moeten we toch, weet je, ons gevoel naar de wereld toe laten zien van dit is hoe wij ons voelen. En ja. Hoe lang is het nou geleden? Bijna 8 jaar of 2 maanden. Dus het lijkt aan de ene kant best wel lang, maar het is tegelijkertijd ook nog eigenlijk gisteren. Dus het is best wel een dubbel gevoel. Misschien omdat je nog met je gevoel er zo bij zit, zeg maar. Ja, is het net gisteren, maar het is toch alweer een tijdje geleden ook. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, het is elke dag nog gevecht eigenlijk. Om toch een beetje een reden te vinden om voor op te staan eigenlijk. Dat is, ik denk dat dat het moeilijkste is als zoiets gebeurt. Hij was gewoon alles voor mij. Weet je, hij was de man waar ik voor gekozen had. De man van mijn dromen zelfs. Van je dromen zelfs? Droom je nooit over iemand anders? Nee, ja, nu probeer ik zeg maar ruimte te maken voor iemand anders. Maar ik vind dat nog best wel moeilijk, omdat hij zo belangrijk voor mij is. En ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet gaan invullen. Want als er nu een nieuw iemand komt, ik weet niet zo goed. Want ik wil die andere ook niet tekort doen, zeg maar. Die nieuwe persoon moet ook niet op de tweede plaats komen, weet je. Dat is ook niet oké. Maar het is niet eerlijk. Nee, het is niet eerlijk voor hem. Maar ik voel hem ook zo dichtbij, weet je. Niet constant, maar hij is gewoon nog in de buurt, zeg maar. Vrij je nog wel eens met hem? Nee, 1 keertje nadat hij overleden was. Maar dat was toen best wel, een beetje vreemd. Een soort geestelijk, alleen maar geestelijke ervaring. Dus het is toch anders. Dat kan je niet echt zeggen als vrij of zo. Maar ik had gewoon het gevoel dat hij heel dicht bij me was. En dat hij, zeg maar, als het ware in mij, overal in mij was, in mijn hele lichaam. Dus dat we echt weer zo samensmolten als 1 persoon. Dus zo voelde dat dus ook als we, zeg maar, echt vrijden. Dat ik hield niet op bij het lichaam, zeg maar. Maar ik was ook zijn lichaam. En hij was ook mijn lichaam. Dus het was, weet je, ik voelde ook wat hij voelde. En hij voelde wat ik voelde. En dat is echt zo bijzonder. Als je hem zo ziet, waar denk je dan nu aan? Dat hij op mij wacht. En dat ik dus niet bang hoef te zijn. En dat ik, zeg maar, die tijd die ik hier heb, dat ik die goed moet besteden. Dat ik onze liefde ook waard moet zijn. Niet dat weggooien door een rot leven te leiden. Weet je? Dat ik ook echt mijn best moet doen ook. En dat hij op me wacht. Ja, dat we ooit weer samen zijn. Dat gebeurt. Dus, ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ach, nou. Dat komt helemaal goed. Het is niet verloren. Niks is verloren. Zeker liefde niet. Het gaat nooit verloren.